Margriet de Schutter. Ik zou het podium geven. Margriet de Schutter is, nou, je kan het al enigszins zien, shorttrack schaatsster geweest op hoog niveau, landelijk kampioen in ieder geval een aantal keer. En op een gegeven moment is ook voor Vancouver gegaan. Ze heeft ook een award-winnende documentaire over gemaakt, Diepgaan voor Vancouver. Ex-topsporter, wat ik zei tegenwoordig, doet ze van alles en nog wat. Ze is volgens mij vooral ondernemer en ZZP'er, begreep ik. Ze heeft onder andere het platform, extopsporter.nl opgericht. Daarnaast is ze auteur en doet ze veel voor onder andere tv. Ik vraag haar graag op het podium met de quote, door kwetsbaarheden te durven tonen ben je juist enorm krachtig. Margriet de Schutter. Dankjewel. Ja, om mijn verhaal met jullie te delen, neem ik jullie graag mee in de droom die ik me als klein meisje had gesteld. Want als klein meisje zat mijn hele lichaam onder het eczeem. Ik voelde me vies en ik kan me herinneren dat ik altijd jeuk had. En dit wilde ik compenseren. En ik dacht, als ik de beste in iets word in de wereld, dan ben ik mooi. En vanaf dat moment was dat mijn missie geworden. Ik wilde ergens de beste in zijn. En op een dag zag ik Rientje Ritsma schaatsen op tv. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ik wil naar de Olympische Spelen als shorttrack schaatser. En ja, vanaf toen was dat mijn missie geworden. Ik wilde naar de Olympische Spelen. Als 12-jarig meisje train ik al 20 uur in de week. Ik ging naar school, deed mijn huiswerk en ging weer trainen. Alles voor dat ene doel. Wanneer klasgenootjes buiten aan het spelen waren, was ik aan het trainen. En al dat trainen, dat bracht me succes. Ik werd op een duur gevraagd voor het nationale team en mocht internationale wedstrijden rijden. Maar tegelijkertijd was het ook zwaar. Iets dat elke keer wel weer terug op mijn pad kwam. Zo vond mijn trainer mij te zwaar, waardoor ik in een periode 5 uur per dag ging fietsen om maar af te vallen. Daarnaast dronk ik 0,5 liter water voor iedere maaltijd, zodat mijn maag al vol zat en ik dus minder hoefde te eten. En daarnaast had ik problemen om diep te kunnen zitten. En wie van jullie heeft die wel eens geschaatst? Nou, heel veel. En zoals menig een van jullie zal weten, moet je voor schaatsen diep kunnen zitten. En om dat nu in mijn rokje hier te gaan doen, lijkt me niet heel charmant. Maar zoals velen van jullie weten, moet je dus diep kunnen zitten om een zo breed mogelijke afzet te kunnen maken. Daar had ik problemen mee. Het lukte me op een of andere manier niet. En ook al probeerde ik het, ik kreeg iedere keer maar te horen van mijn trainer, Margriet, dieper zitten! Maar ik kon het gewoon niet. Ik wilde dit uitgezocht hebben. En totdat mijn trainer op een dag zei van, Margriet, ik weet wel een manueel fysiotherapeut in Den Haag en wellicht kan hij jou helpen. Het is een soort wonderspecialist, dus hij moet het antwoord weten. Dus ik ging naar Den Haag. Ik woonde op dat moment in Heerenveen, Nationaal Trainingscentrum. Ik met de trein naar Den Haag. Ik belde wat gespannen aan, hopen dat hij het antwoord zou weten. En eigenlijk een doodnormale man deed open. Een man, een beetje met Indonesische roots, rond de 53. En hij verwelkomde me hartelijk en hij zei dat jij in godsnaam helemaal vanuit Heerenveen hier naar Den Haag komt. Maar ja, dan met een Haagse accent. Ik kom zelf uit Groningen, dus ik kan het niet zo goed nadoen. Maar de toon was gezet en ik voelde eigenlijk wel een klik. En ik mocht meteen met hem mee naar de ruimte komen, de behandelruimte. En je kent het wellicht, een ruimte, witte wanden met van die posters. Ken je wel toch zo'n poster met botten en meridiaanpunten? En ik dacht, het ziet er veelbelovend uit. En dus ik mijn verhaal gedaan, kort intakegesprek. En ik mocht al snel op de behandelkamer tafel komen liggen. En hij begon bij mijn voeten, begon die wat te boetseren en te onderzoeken. En opeens werd het stil. En wat hij toen zei, dat vergeet ik niet snel weer. Hij zei, Margriet,
met deze bouw. Je voeten zijn echt spalken. Je kan amper lopen, laat staan schaatsen. Alle botjes die nodig zijn om überhaupt je knie naar voren te krijgen. Ja, het zet je hele enkelgewricht vast. Dus je kan überhaupt niet schaatsen. 12 jaar lang waren de Olympische Spelen mijn droom. Hoe zat het met die droom die ik mezelf gesteld had? En ja, ik voelde daardoor ja, ook wel opluchting, omdat ik wist dat het ja, niet aan mijn inzet lag, maar tegelijkertijd ook verdriet. Want even voor uw beeldvorming, 12 jaar lang, dat zijn ongeveer zo'n 4000 dagen, zo'n 13.000 uren, zo'n 6000 trainingen, zo'n 68.000 tranen en meer dan miljoenen rondjes op een ijshockeybaan. En dan blijk ik de bouw niet te hebben. Ja, en dan? Ja, ik merkte dat ik in een soort van toch wel identiteitscrisis was gekomen. Want wie ben ik nog als ik niet meer het meisje ben dat schaatst? Word ik te dik? Krijg ik een slap lijf? Vindt mijn vriend me nog wel leuk? Maar toch wist ik dat ja, eigenlijk er nog maar één optie voor mij over was gebleven. Stoppen. Ja, en wat dan? En je gelooft het of niet, maar juist door te stoppen is alles doorgegaan. Ik pakte mijn laatste jaar van mijn studie internationale communicatie weer op. En mocht afstuderen in de vorm van een documentaire. En uiteindelijk met die documentaire, dat ging eigenlijk over ja, mijn verhaal van het niet halen van de Olympische Spelen. Hebben een award gewonnen. Mijn eerste internationale prijs. En dat terwijl ik gestopt was. Vervolgens werd ik door die documentaire benaderd door de uitgeverij Prometheus om een boek te schrijven. En dat terwijl ik gestopt was. En ja, als ik zo terugkijk om wat ik eigenlijk gedaan heb om ja, toch tot die, ja, dat juiste besluit te komen achteraf, heb ik mezelf eigenlijk twee cruciale vragen gesteld. Dus 1, ja, wat vertellen die tegenslagen mij? Wat voor nuttige informatie zit erin? En 2, wat is er positief aan? En ja, dan kun je ook denken van positief. Als ik iets even in de piepzak zit, het laatste wat ik wil horen is een positieve noot, toch? Ja, dat had ik wel. Maar door juist die documentaire en het boek werd ik gedwongen eigenlijk om naar mezelf te gaan kijken van oké, Margriet, wat is hier positief aan geweest? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat een tegenslag super nuttig is. Want door een tegenslag kom je erachter wie je bent. Door een tegenslag kom je erachter waar je kracht ligt. En door een tegenslag kom je erachter waar je grenzen liggen. En ja, volgens mij zijn dat wel de 3 essentiële elementen om het optimale uit je leven te kunnen halen. Namelijk weten wie je bent, weten waar je kracht ligt en weten waar je grenzen liggen. En juist door dat ja, toch wel te accepteren bij mezelf en dat toe te laten, ben ik nu geen shorttrack schaatser meer. Maar ja, heb ik nu opeens wel een award-winnende documentaire. Ben ik opeens auteur van een boek. En als klap op de vuurpijl werd ik geselecteerd voor de Olympische Spelen. Niet als atleet, maar als crewlid voor het Holland Heinekenhuis, waar ik uiteindelijk de atleten, de VIP's en het Koningshuis mocht opvangen. En ja, misschien is dat ook wel een rol ja, die uiteindelijk veel beter bij me past. En dat is ook wel wat ik jullie dan ook graag zou mee willen geven. Van als dingen niet zo gaan zoals je hoopt of verwacht had, ga er dan niet mee in gevecht. Ga gewoon kijken, wat is er positief aan? En wat voor nuttige informatie vertelt het me? En ik denk als je die twee vragen kan beantwoorden voor jezelf, dat er hele nuttige inzichten ontstaan. Dus uiteindelijk, na al die miljoenen rondjes, wist ik dat ik moest stoppen. Maar
Ik weet nu dat ik juist vanaf dat moment ben doorgegaan. Dank jullie wel.